DJI heeft enige tijd geleden zijn eerste enterprise versie van de Mavic 2 aangekondigd. De Mavic 2 Enterprise Zoom. En dat was een toestel dat eigenlijk gebaseerd was op de Mavic 2 Zoom, maar dan met een aantal extra functies waarvan de belangrijkste eigenlijk was dat je bovenop een aantal modules kon toevoegen, zoals de speaker en de zaklamp. Nou, van die Mavic 2 Enterprise is inmiddels ook een tweede variant uitgekomen, namelijk de Mavic 2 Enterprise Dual. En dat toestel hebben we hier vandaag. Eigenlijk is dit toestel in grote lijnen hetzelfde als die Mavic 2 Enterprise gebaseerd op de Zoom. Alleen de camera is anders van deze Dual. Want deze Dual beschikt namelijk niet alleen over een kleurenbeeldcamera, maar ook over een FLIR warmtebeeldcamera. En dat allebei in dezelfde gimbal. En dat zorgt ervoor dat het kleinste warmtebeeldtoestel is wat er op dit moment beschikbaar is. Maar het zorgt ook voor een hoop extra mogelijkheden en een aantal bijzondere functies. Nou, we hebben de Mavic 2 Dual inmiddels binnengekregen, dus we gaan hem eens even openmaken en kijken hoe die geleverd wordt. Hij wordt geleverd in een doos waar deze koffer dan eigenlijk in zit en waar ook dit kaartje in zit. En op dat kaartje staat precies beschreven hoe je alles in de koffer moet doen, dus mocht je dat vergeten, dan heb je hier een hulpmiddeltje. Nou ja, en verder wordt hij dus geleverd in deze mooie zwarte koffer. En dat is gelijk ook een goede koffer om hem te beschermen. Het is een stevige, hard plastic koffer die ook waterdicht is. Dus het is gelijk een goed vervoer voor je toestel. En ook kun je hier alle accessoires in kwijt, zoals alle extra modules, extra accu's, eigenlijk alles wat je nodig hebt. Gaan we eens even openmaken en kijken wat daar allemaal in zit. Zo. Nou, dan vinden we eigenlijk een beetje hetzelfde als we zagen bij de Mavic 2 Enterprise Zoom. Dus we zien hier aan de zijkant zien we de afstandsbediening zitten. De Mavic 2 afstandsbediening eigenlijk. Daarboven vinden we een klein doosje met de verschillende kabels. Daarnaast zit nog een tweede doosje met de reserveprops en de boekjes. En daaronder vinden we dan eigenlijk het toestel. Dus als we die er eventjes uithalen, dan hebben we hier de Mavic 2 Enterprise met dus de dubbele camera. Daar gaan we zo nog even rustig naar kijken. Nou, dan zit daarboven zitten de propellers. In totaal zijn dat 3 setjes die erbij zitten. Dan hebben we daarnaast de lader zitten die er standaard bij zit. En dan vinden we eigenlijk dit plankje, noem ik het maar eventjes, dit vormpje waar alle 3 de modules in zitten. En hier zitten dus de speaker in, de spotlight zit erin en de beacon zit erin. En dat zijn de 3 accessoires die nu beschikbaar zijn om bovenop te zetten. En al die 3 accessoires worden dus ook meegeleverd. En als laatste hebben we dan aan deze kant nog een extra beschermkapje voor de bovenkant. Want daar zit natuurlijk die stekker waar je de modules op kan klikken. Daar zit een beschermkapje overheen voor als je hem niet gebruikt. En daar doen ze een reserve van bij mocht je die kwijtraken of iets dergelijks. Ja, verder zit er in deze koffer ook genoeg ruimte om als je bijvoorbeeld de Flymer kit erbij koopt, hier je extra accu's in kwijt te kunnen. Hieronder kunnen ook nog 3 accu's, dus je kunt in totaal 6 accu's in die koffer doen, plus eventueel nog eentje in het toestel. Je kunt je laden hierin kwijt, je charging hub hierin kwijt. En wat ook wel leuk is, is dat deze al voorbereid is qua schuim voor de afstandsbediening die binnenkort uitkomt met het ingebouwde scherm erin. Dus dan haal je deze 2 schuimstukjes eruit en dan past die afstandsbediening hier ook bij in. Dus dan heb je eigenlijk je hele setje in één keer in de koffer zitten. Nou, ik ga niet al te uitgebreid naar de accessoires kijken, want die zijn toch, zeker ook de afstandsbediening en dingen, eigenlijk hetzelfde voor de hele Mavic 2 serie. En die hebben we eigenlijk al wat uitgebreider behandeld in de unboxing van de Mavic 2 Zoom Enterprise. Mocht je daar meer over willen weten, check dan eventjes die andere video. Dus we gaan voornamelijk even kijken naar het toestel zelf. Ja, ook daarvoor geldt natuurlijk dat het toestel aan zich eigenlijk hetzelfde toestel is. We wel bekende rode streepjes van de Enterprise. En dan op de zijkant, loopt door om dit stickertje, staat hier dan ook Mavic 2 Enterprise. Verder de armpjes en alles die openklappen en in grote lijnen eigenlijk hetzelfde design en ontwerp als de Mavic 2, want daar is die op gebaseerd. Zelfde sensoren en zelfde elektronica wat dat betreft. Het verschil zit hem echt in deze camera. Dus we gaan dat lenskapje er even onderuit halen. En dan komen we de camera tegen. En het lijkt eigenlijk een beetje op een kruising met de Hasselblad versie. Want dat was ook een beetje zo'n vierkant cameraatje natuurlijk. Alleen deze is wel wat platter. Ik denk wel ongeveer even breed. En daar zitten dus 2 lensjes in. Ik hoop dat je het zo goed kunt zien. Er zitten 2 lensjes naast elkaar. Met aan de rechterkant het kleurenlensje. En aan de linkerkant dus het lensje van de FLIR infraroodcamera. En die 2 zitten dus samen op dezelfde gimbal. De camera's zitten naast elkaar, zijn naar elkaar geëikt en dat zorgt voor een aantal
bijzondere functietjes, omdat je dus niet alleen de twee cameraatjes hebt. Dus het is niet alleen een kwestie van de warmtebeeld en de kleurenbeeld waarbij je tijdens het vliegen kunt wisselen. Er zit ook FLIR MSX in dit toestel. En wat die functie eigenlijk doet, is dat hij het contrast van de kleurencamera over het warmtebeeld van de warmtebeeldcamera heen legt. En dat heeft als voordeel dat je in het beeld dingen ziet die je normaal gesproken op het moment dat je alleen warmtebeeld zou bekijken niet zou kunnen zien. Zo kun je bijvoorbeeld in warmtebeeld naar een tank kijken, terwijl je nog steeds het opschrift op die tank kunt lezen. Maar het helpt aan de andere kant ook omdat de resolutie van de warmtebeeld ietsje lager is dan bijvoorbeeld de duurste X-T2. Helpt het ook met een stukje objecten herkennen, omdat het contrast helpt om bepaalde objecten beter zichtbaar te maken. En dat zorgt ervoor dat je in een aantal omstandigheden eigenlijk niet heel erg het verschil merkt qua resolutie. Anders dan dat het natuurlijk onder andere niet radiometrisch is. Nou, dit is eigenlijk in grote lijnen eventjes de Mavic 2 Dual en hoe die geleverd wordt en wat daarbij zit. Als je in details die accessoires wil zien, dan raad ik je aan om dus even die unboxing van de Enterprise Zoom te checken. Ja, en we gaan deze even verder opladen en we gaan natuurlijk binnenkort even mee vliegen. En daar gaan we ook even een videootje van maken om je in te laten zien hoe dat warmtebeeld eruit ziet, maar hem ook te vergelijken met de Mavic 2 Enterprise Zoom. Mocht je hier nou meer over willen weten of deze willen bestellen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in onze winkel.